Een hele goede morgen iedereen. Welkom bij deze nieuwe vlog. Ik zat in de volgende in de ochtend. Ik ga in de avond naar mijn tante. Dus op dit moment is het echt prachtig weer buiten. Dus het is niet koud, maar ik ben nog wel helemaal. Ik heb eigenlijk mijn huisdag nog aan, maar ik moet gewoon even naar de huisje en een beetje regelen. Want van energie word ik lekker wakker. Dus staat het onder de kut. Het is wel heel goed voor mij. Gisteren is het ook trouwens heel erg laat geworden. Dat was wel heel cool. Ik ga het met de lift naar beneden. Hoi. Ja. Ja jongens, het is voor mij nog heel goed, dus ik ben nog niet aan wakker. Maar goed, er bestaat dus iets als Red Bull, dat je gewoon even lekker even met een flinke scheut wakker kan worden. Ik ga lekker live gamen dadelijk. Ik ga met de lift naar beneden. Oh, geen zin meer met de gaan. Ik ben wel heel erg moeder in, dus ja. Je zou denken dat ik een goede praatje, maar ik ben YouTuber, dus vandaar. ik zag je wel kijken. Ik zag je net kijken, mevrouw van Leuk. Maar ik ben YouTuber, ik praat tegen de kijkers. Heel goed. Oké. Okay. Ja, leuk. Dus ik zag je net al kijken van maar je ziet jezelf ook niet. Oh, nee. Ja, dat is best bijzonder dan, denk ik. Nou ja, ik doe het al 10 jaar. Oh, dan ben je het wel gewend dan. Ja. Dus alleen laat mijn arm hebben, dat is heel vervelend. Ja, ja, ja. Nou, veel succes. Ja, dankjewel. Ik zie dat het heel open is. Als het goed is, moet hij al open zijn. Nee, hoe dat gaat hij ook doen? Zondag is om 10 uur open, dus over 10 minuten. Met 10 minuten wachten. Het is niet anders. Ik ga jullie echt lekker even laten zien, ik heb wel gekocht zo. Nou, mijn tante en mijn neef hebben ze geproefd. Nou, tante, wat is je eerste reactie op die Red Bull? Gadver. En die van jou? Zo. Godverdamme. Ik moet zeggen, ik ga hem nog 1 keer proeven. En dat ik heel zuur ga kijken. Mijn mond. Fortnite zeker. Hmm. Ja. Oh, het is precies kattenpis wat ik ruik. Aha. En drink qua... Jongens, we gaan even deze weggooien. Deze is dus niet geslacht. Dat had ik al kunnen weten, want ik lust hem zelf ook niet. En met mijn tante is het zo, als zij het niet lust, dan weet ik het meestal ook niet. Zo, pakken we die andere ook gelijk even. Maar die zijn echt super goed. Die zijn niet aan te raden. Hallo. Hallo. Oh ja. Gooi is leeg. Nee. En gelukkig heb ik ook nog andere meegenomen die mijn tante wel lust. En dat zijn de piraten. Dat zijn deze. Dat zijn deze, die vinden ze altijd wel heel gek, hè? Mortal Kombat, oftewel of Mitraal Kombat. Ik ga er ook even een slokje van nemen, want... Ja. Hou voor jou! Ja, pak je. En mijn neef heeft deze ook. Deze is wel bij hem in de smaak. Laten we eerlijk zijn, die vindt iedereen wel lekker.
ons allemaal. Ik denk dat ik de soep even ga warm maken voor mijn tante. Want mijn tante die mag ook even maar relax zitten. Tante, is dat een goed idee? Ja, dat is goed. Ja? Ik wil tante even rustig bijtanken. Ik ga ook even een klein stukje proeven. Wat is dit? Pure chocolade is dat. Dat is geen melle. Nee. Dat is geen melle. Ik ga er ook in. Ik ga alles klaarzetten. Want inmiddels, jongens, weet ik hoe het gas zo werkt. Nee, maar jouw chocolade zit er allemaal op wel, maar... Oh, die eet ik zo meteen echt wel op, hoor. Want binnenkort kan ik toch in de berging. Kom wel goed. Nou, ik ga even hier zitten, jongens. Oh, ik denk even een lampje moet pakken. Godverdomme. Nee, niet vloeken, Daniel. Ik wel. Ik wil hier vast even komen. Doe jij het hier? Ik weet geen zaterdag. Zit mee. Ja, wat een Wat ik heb mijn opklaar hier. Daniel, je airsaver. Oh. In fucking airsaver. Hallo Daniel. Mijn battlepass is beter dan mijn ander. Fuck is Philippus! Shit you, je airsaver. Dat is niet. Ik zoek daar
gaan? Ik kan die opsturen, maar dan ligt dadelijk is die echt weg hier zo. Ik gek. Niet aan de camera komen, schat.
mag je wel voor mij mee spelen. Dat is van Mary. Wat is dit? Die is leeg. Nee. Daniel! Dat is toch leeg? Dat is echt lekker. Nou, ik wil het niet te zuipen. Ik denk niet dat jij hem ook lekker vindt hoor. Ik wist dat. Als wij al met z'n allen zeggen dat hij gewoon is, dan... Ja, maar ik wist dat. Ja, ik snap het. Rasa. Maar dan ben je nog echt iets te jong voor. Ik ben zeker jong voor. Dank je. Ik weet niet of dat iemand wel op je eten tot zo. Soepje. Zo jongens, daar ben ik weer. Ik moest even wat doorgeven. Nou, je gaat nog gewoon buiten. Aan mijn tante, die ook natuurlijk mijn belletje is, die ook dag in dag uit altijd aan vogels klaar staat. En dan zit dit soort belangrijke dingetjes altijd gewoon ook buiten de kamer om heel erg belangrijk om even over te praten. Ik ben ook niet slim bezig, dus dat was als een kind, dus ik wel gewoon niet. Ja, zelfs daar hebben jouw hoofdjes komen erop en je weet dat je filmpjes te gaan maken, dan ben je lul op straks. Schatje, die kan ik niet meer leveren dadelijk, hè? Dag centjes, hè? Moet je naar bed? Moet je naar bed? Ja, je kan wel even naar bed brengen. Ik heb echt niet gezegd dat ze nu van alles beter pakken. Intussen ben ik nog steeds even bezig met de soep, jongens. Ik ga even lekker een kopje koffie maken van mij. Ik hoef dat niet meer te vragen, want ik mag dat gewoon doen. Dus dan zien jullie me en bij de soep. En jullie horen het koffieapparaat. Dat kan misschien even wat herrie maken. Maar dat komt gewoon omdat de koffieapparaat aanstaat. Dan op dat moment, want ik heb ook wel eens even trekken in een kopje koffie. Dat gebeurt en dat mag van mijn tante. En dat hoef ik niet meer te vragen. Dus vandaar dat jullie me even niet zien. Ik ga even bij je rot, tante Amy. Waarom doe je mij? De water is niet uit. Uit, want gewoon dat jullie het niet weten, het is gewoon een soort glas. Die ook gewoon geloof ik voor je melk, maar ook gewoon voor koffie net zo makkelijk. Dus daar drink ik ook een koffie uit. Wat is dat? Ik heb dat op je Insta gehouden. Ja. Maar dan denk je dat. Of je dat een lepel doen of zo. Dat is ook goed. Hey Lucas! Zie je het vandaag zitten met Marijn samen een spelletje te doen? De domino's op tafel. Na het eten. Vindt die bang? Waar pepernoot in heeft gezeten, maar die kan ze lekker gebruiken voor koffiepads. En dat was wel handig. Ik zou niet voor de wachten. Hier heb ik deze voor de wachtgever. Ja, die kan weg. Geen probleem hoor, die politie zijn. Thank you.
gaan nu even koffiemelk pakken. En dan ga ik even koffie drinken voor de jullie. Sorry. Wist je dat andere YouTubers ook tegenwoordig Sinterklaas muziek opzetten? Tijdens een stream? Is dat zo? Ik had dat gezien bij Enzo Knol en Gio, geloof ik. Oké. Okay. Maar dan natuurlijk niet met stembanden, maar gewoon met de open haard, weet je, die ik toen wel een keer ook op zal staan. Mm. Leuk is dat hoor. Heerlijk is dat gewoon. Ja, je mag een voortijden, maar we moeten gewoon de wappelers dicht houden. Ik zou het wel weten hoe daar als op jou was. Dan had ik gewoon leuk gekeken in plaats van iedereen maar een grote mond geven. Maar ik weet niet zoals jou. Heb je daar ook zo op school als je afgaat? Ga je dan iedereen ook voor laten schelden op school? Nou, wil ik wel eens horen van die vrouw. Dan geef ik ze groot gelijk. Nee, natuurlijk niet. Ik heb een heerlijk kopje koffie. Ja, dat zal wel, ja. Dat is het lekkerste wat je kan hebben. Als je dan 's ochtends normaal gezien, want mijn tante doet dat elke ochtend. Als ze wakker is, een lekker kopje koffie. He, daar worden mensen gelukkig van. Ja, mocht ik echt gewoon zeg maar, ochtends echt vroeg wakker zijn, wil ik dat wel eens doen, ja. Klopt. Ik moest wel lachen eigenlijk. Want wat ik nou eigenlijk niet vertelde in de camera, was op een gegeven moment dat ik vanmorgen wakker was. En dat was heel vroeg in de ochtend. En toen zei tante, Eertje, ben je al wakker? Vraagteken. Toen zei ik, ja, nou ja, ik moest eigenlijk naar de wc, want ik moet wel eens tussen plassen. En toen viel ik in slaap, want om 9:30 ging mij wekken. En toen zag ik dat mijn andere neef lijf was en toen ben ik maar gelijk gaan kijken. Zo gaat dat bij ons. En dat vergeet ik even te zeggen in de camera. Ja, dat moet ik ook nog even melden. Ja, mijn hoofd lijkt op oma. Uitkocht. Ziet er weer uit. Wat zei je, schat? Niks, dat is... Ja, ik ga het niet herhalen. Dat is dus eigenlijk een beetje, wat jullie nu zien is ja, onze avondroutine. En mijn tante komt er natuurlijk ook in voor. Mijn andere neefje die zit op de... Ik ga ze even allemaal laten zwaaien. Dan kunnen jullie het allemaal even zien. Kijk jongens, dit is mijn neefje. Daniel? Die wil ook graag YouTube horen. Op welke livestreams heb jij die Aaron gesproken? Is dat de eerste of de tweede? Dat was die van vanmorgen. Tegen een uur of... 3 uur geleden? Nee. Nee. Daniel, als je wil zeggen, dan zwaai je, doe het dan even. Hallo iedereen. Ah, 7 uur geleden, ja. Wie is dat? Je moeder zit hier. En jij zit ook. Zo gek zo. Als dat soort dingen is, dan ga ik meteen naar binnen of naar buiten, dan ga ik hem buiten welkom. Ah nee, dat deed Lucas maar ja. Mijn tante? Daniel, niet doe ik hem in cameramanden. Ga Lucas. Jullie kennen me wel, hè? Mijn andere Daniel. Hij wil graag de aandacht van de kijkers. Ja, dan richt ik expres op jou. Ja, nee Daniel, dit wilde jouw aandacht, hè? Huh? Ja, kijk, Daniel is aan Fortnite, hè? Wat? Ik doe dat bewust, hè? Niet meer doen, kippie. Kippenpoot. En daar zit natuurlijk. Kijk eens, Erika. Geef is hier. Pak eens eertje. Geef is hier. Hallo, je spreekt met de Piet. Echt? Ja, dag Daniel. Die heb ik van het weekend gesproken. Ping. Ze was toch in dingen, Dordrecht, bij de Piet en de Sint, Daniel. Ja. Oh ja, trouwens, de Sint heeft mijn wortel aangepakt. En het kleine cadeautje wat ik voor hem had gekocht. Daniel, nog één keer en ik ga je echt volop in beeld brengen. Het is nu klaar, want zo leuk ben je niet aan het doen zo.
Jongens, sorry, maar soms moet ik wel eens even ingrijpen. Daniel, echt, die camera kan draaien, hè, hier. Ah. Iedereen ziet nu hoe ondeugend jij bent, zelfs Zwarte Piet. Niet. Vraag maar aan mama. Die ziet het echt niet. Dat denk ik wel, want al de Pieten die het nog recht zitten op de boot, die kijken allemaal naar mijn vlog en allemaal naar mijn dingen en allemaal zijn ze geabonneerd. Even tussen de jaren, dat is echt waar. Dus, gaan we ons gedragen? Goed zo. Ja jongens, sorry, dit moet even. Het is niet, eigenlijk niet mijn huis, het is thuis van mijn tante. Die ook natuurlijk mijn management is. Waar ik ook altijd mijn editor, waar ik dan mijn kopje op zit. Dat is mijn laptop. Waar Mampie op zit, dat is de kat van mijn tante. Dat is je oma. Daar ligt ook mijn werkspullen in. Daar liggen allemaal draadjes. En daardoor wordt het allemaal gerepareerd en gedaan. Dus ja, dan krijg je dat. En ja, we hebben ook een heleboel slingers. We hebben de raamdecoratie. Dus zijn we altijd heel blij mee. Dus, ja, ik ga even verder met je ook, jongens. Dus hebben jullie allemaal, ons allemaal weer gezien. En deze video komt natuurlijk ook nog eens online. Vanavond. Vraag me niet hoe laat. Want ik heb dat bij mijn manager ook opgeschreven dat ik er buiten december en januari en november gewoon alles s'avonds ga plaatsen. Want het is anders niet te doen. Want ik ben ook natuurlijk met video's opnemen en live gamen en eigenlijk van alles nog wat. Dus het is daarom juist een momentje ook. En ik heb ook gezegd van ja, wat gaan we daar aan doen? Want we moeten even een verandering in uploadingsschema tijd. Dat heb ik gezegd van nou, dat gaan we dan maar aanpakken. Want dat hebben we ook gezien dat dat beter is. Meestal rond de laatste tijd kon zelfs uploaden tot 11 uur als het niet langer wordt. Meestal in januari beginnen we sowieso weer gewoon met 8 uur vlogs, maar ja, november, december is dat gewoon voor mij niet haalbaar, helaas. Zeg ik het goed? Het is wat je zelf met gevoel precies, maar anders, ik bedoel, qua tijden, anders is het gewoon niet haalbaar. Ja. Dus ja, ik heb een koffie. Dan zien jullie deze video vanavond nog. Dus iedereen bedankt voor het kijken en ik zeg tot de volgende keer en later. Bye!